studenten van de vereniging Carolus Magnus namen vandaag de kinderen van basisschool De Aquamarijn uit Nijmegen mee naar de universiteitscampus en de sociëteit. De dag stond in het teken van een kortlopend project georganiseerd door de stichting Move. Met het project leren studenten en basisschoolkinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen met behulp van de studenten hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Uh, nou waar het vooral om gaat is dat uh, de kinderen leren dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Uh, en dat het tof is om iets voor een ander te doen of uh, samen iets voor de wijk. En uh, de kinderen kiezen van tevoren een thema. En daarin gaan ze dan uh, de, met dat thema de wijk in en uh, daar ook een project, uh, project op bedenken. Dus dat gaat van uh, bingo met ouderen tot uh, buurtfeest tot versierde prullenbakken. Noem het maar op. Nou, we nemen de kinderen ook uh, een dagje mee uh, naar de campus of naar de sociëteit. om ze ook uh, het studentenleven te laten zien. Dus de kinderen laten hun wijk zien aan de studenten in een project. en de studenten nemen op hun beurt uh, de kinderen mee om iets van het studentenleven te laten zien. En dat doen we om echt uh, de blikverbreding uh, uh, te realiseren. Dus uh, de studenten komen in een wijk. ...waar ze normaal gesproken niet komen. En de kinderen leren iets over uh, studeren in Nijmegen. Dus hoe ze de campus eruit ziet, uh, wat een vereniging is, wat voor sporten er allemaal bestaan. Uh, nou, we werken samen met basisscholen uh, in de wijken van Nijmegen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Uh, dus dat is bijvoorbeeld Nijmegen-Zuid, uh, West, Nieuw-Oud-West, uh, Hatert, Dukenburg. Uh, een paar scholen waar we nu projecten mee doen is bijvoorbeeld de Aquamarijn. Uh, waar we vandaag dus uh, mee bezig zijn. En de Bloemberg doet nu mee, uh, de Zonnewende en de Prins Maurits. Uh, en de afgelopen half jaar hebben we ook met de Klumpert samengewerkt. Uh, en er komen er hopelijk nog, uh, nog veel bij. Ja, wij vindt, als studentenvereniging vinden het uh, erg belangrijk... dat we ook uh, ja, maatschappelijk actief betrokken zijn uh, bij de stad Nijmegen. En uh, ja, het project met Stichting MOVE is daar uh, ja, een hele leuke uh, ja, manier van... Om, uh, om iets te doen, een keer terug voor de stad. Ja, heel erg leuk. De kinderen waren heel erg enthousiast ze en vonden het ook leuk om de universiteiten te zien en ook leuk om een keer de vereniging te zien. De kinderen vonden het in ieder geval een hele leuke dag. Ja, ik vond het wel leuk en gezellig. Ja, er was, was gewoon heel veel ja, waren gewoon leuke dingen te doen en zo. Nou, het was best wel gezellig. En we hebben veel mensen ontmoet. <tied>